Hallo, ik ben Matthias van der Mazen, digitale dataconservator bij de Vlaamse Kunstcollectie. In de vorige video stelden we Art of Flanders, een nieuw platform voor beeldende kunstcollecties, voor. In deze video lichten we de verschillende mogelijkheden toe om in de catalogus te zoeken. Zo kan je snel en gericht kunstwerken uit opgenomen beeldende kunstcollecties terugvinden. Of je kan eindeloos snuisteren op zoek naar inspiratie en verwondering. We tonen hoe je relevante objectbeschrijvingen kan opvragen aan de hand van de zoekbalk en de zoekfacetten. We tonen hoe je kan navigeren doorheen de catalogus. En we tonen welke informatie je kan terugvinden op de detailpagina van een object. Meer achtergrondinformatie bij deze video vind je in de rubriek Handleiding op arthub.vlaamsekunstcollectie.be. Op de startpagina en bovenaan op elke pagina van het platform vind je een zoekbalk. Hij laat je toe om onmiddellijk aan de slag te gaan. Als je één of meerdere zoektermen in de zoekbalk invoert, krijg je een lijst met objecten waarin deze woorden voorkomen. Het meest relevante zoekresultaat staat bovenaan, maar je kan ook sorteren op titel of op productiedatum. Ten slotte kan je het aantal gevonden resultaten per pagina wijzigen. De zoekbalk beschikt over een handig uitklapmenu om enkel op titel of enkel op vervaardiger te zoeken. Als je bijvoorbeeld zoekt op Euphrosyne Bernard via alle velden, krijg je 8 zoekresultaten. Het eerste object dat verschijnt is een beeld van de kunstenares, gemaakt door beeldhouwer Charles Brunet. Als je in het uitklapmenu de zoekopdracht beperkt tot vervaardiger, krijg je 7 zoekresultaten, met name alle 7 kunstwerken die de kunstenares zelf vervaardigd heeft. Naamsvarianten worden mee opgenomen in de zoekresultaten van vervaardigers. Dus hoe je Breugel ook schrijft, met H of zonder H, UE of EU, de ArtHub geeft je een relevant zoekresultaat als je zoekt binnen het veld vervaardiger. Plaats je zoekterm tussen haakjes als je deze als één geheel behandeld wil zien. Voer als zoekopdracht Hugo van der Goes tussen haakjes in, om specifiek te zoeken op de combinatie van de woorden van, der en goes. Laat je de haakjes weg, dan krijg je alle zoekresultaten waar van, der en goes apart in voorkomen. Op basis van een reeks facetten in de linkerkolom kan je je zoekresultaten verder verfijnen. Hier zoeken we alle werken van Gaspard de Kraaier in het Museum voor Schone Kunsten Gent. Je kan ook zoeken op een specifiek materiaal dat je interesseert, bijvoorbeeld houtskool. Via de facetten kan je je zoekopdracht steeds verder verfijnen. Een zoekopdracht op de 17e eeuw levert 2178 resultaten op. Je kan deze lijst verfijnen naar 438 resultaten door in het zoekfacet type op prenten te klikken. Ten slotte kan je nog specifieker zoeken door in het zoekfacet subtype gravures aan te klikken. Het eindresultaat is een lijst van 219 gravures uit de 17e eeuw. Je kan de zoekfacetten eindeloos combineren. Zo kan je eenvoudig op zoek gaan naar 19e eeuwse landschappen door de facetten periode en onderwerp te combineren. Je kan ook verder navigeren door aspecten van objectbeschrijvingen aan te klikken. Zo lanceer je automatisch een nieuwe zoekopdracht. In dit voorbeeld kom je via het onderwerp van een werk van Bourbus, met name stadsgezichten, terecht bij een uitgebreide reeks van stadsgezichten in de catalogus. Door te klikken op de titel van het object, op de objectoverzichtspagina, kom je terecht op een detailpagina. Onder de titel en het jaartal van het object vind je een afbeelding waarop je kan inzoomen. Als je het infoblokje opent, krijg je meer informatie over de afbeelding zelf. Elke detailpagina bevat de basiseigenschappen van een object en vaak ook een korte beschrijving. Deze basiseigenschappen worden door de medewerkers van de musea geregistreerd in hun collectieregistratiesystemen. Art of Flanders put uit deze systemen en geeft de actuele informatie weer. Tot slot bevat elke detailpagina een kader met nuttige links voor ontwikkelaars om de objectbeschrijvingen te hergebruiken. De onderste twee links in het kader verwijzen naar de presentatie van de basiseigenschappen in technische formaten.
In een volgende video geven we meer uitleg over gegevens in deze technische formaten en hoe technische ontwikkelaars hiermee verder aan de slag kunnen. In deze video gaven we meer informatie over het gebruik van de zoekbalk en de zoekfacetten, over hoe je kan navigeren in de ArtHub en over hoe een detailpagina eruit ziet.